Yo boy and girls, yo boy and girls, yo boy and girls, yo boy and girls, yo boys and boy girls. Mijn naam is Alta Dylan. Welkom alweer in een nieuwe video. Jullie zien mij aan mijn microfoon staan, dus ja, het is weer een leuke video. Nee, een leuke video. Voor mij is het ook een leuke video, omdat ik in mijn maai kan praten. Ja. En ja, vandaag gaan we praten over de vrijdag. Vrijdag 1 oktober komt Viva uit. En ga ik dus geen, 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 geen Viva-video, of geen video uploaden. Maar ga ik de hele dag 12 uurtjes streamen. Van 10 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond ga ik streamen. Op YouTube. En het kan de hele dag FIFA worden. Dus FIFA 22 de hele dag streamen. Je ziet hoe ver ik kan geraken van minuut 1 tot minuut zoveel. En je ziet op hoeveel tijd dat ik een decent team kan opbouwen in FIFA 22. Hopelijk een heel decent team in die tijd. Want. Ik wil graag daarmee Division Rivals gaan spelen. Hopelijk kan ik op het einde van de avond nog Division Rivals spelen. En ja, hoor jullie mij goed? Ik, ja, ja. Maar op het einde van FIFA wil ik dus Division Rivals gaan spelen. Op het einde van de dag wil ik Division Rivals gaan spelen. Maar ik plaatsen voor de Division Rivals. Misschien in, die, in dat weekend al mij gaan kwalificeren of mij gaan, gaan meer en dat dingen van de weekend league van Food Champions. Dat begint ook al in de week in FIFA 22. En ja, hopelijk kan ik dan mijn team te goed maken. Voor eigenlijk de weekend league te in kunnen gaan. En ja. Oké, okay, maar vrijdag 1 oktober gaat het wel. Ik ga het maar tot 10 uur doen. En zaterdag heb ik om 10 uur s ochtends al een wedstrijd. Dus ja, ik ga wel. Zwaar moeten kalmeren in die livestream. Dat ik toch die dag, de dag erna, kan shotten. Want ik heb een wedstrijd in geel. In geel. Ja. Het was even een woordengrap, maar ja. Dus 1 oktober komt er geen video online, maar wel een stream. Rond 12 uur. En ja. Hopelijk komen jullie kijken. Kom, komen jullie kijken tijdens jullie pauze tijdens school. Of. En zwerk. Of misschien zijn jullie thuis en kunnen, kunnen jullie de stream zo volgen. Hopelijk volgen jullie mijn stream. En het zou, heel, het zou heel tof zijn dat jullie mijn stream om 12 uur volgen op 1 oktober. En ja, dus 1 oktober 2021, een FIFA-stream. Maar aan jullie heb ik nu de vraag. Deze video komt eraan, komt eraan op, op dinsdag 28 september. Dus wil ik aan jullie de vraag stellen voor vrijdag. Zou ik voor Premier League gaan, Serie A, Eredivisie, Bundesliga, La Liga of Ligue 1? Welke competitie zou ik gaan? Ik, ik denk, denk eerder dat ik voor nu, voor het begin naar de Bundesliga of Serie A gaan. En als, als de Premier League spelers goedkoper zijn, ga ik voor de prem gaan. Op 22 september, ja dat was, dat was vorige week woensdag, is ook de webapp waarschijnlijk in Premiere gaan, Ik volg hier, ik ben nu een artikel aan het lezen, en de webapp zou dan on air gaan. Maar hopelijk gaat die eerder on air dan ik. Dat mijn team een beetje kan uitbouwen tot dat ik mijn FIFA heb. en Maandag vrijdagochtend om 10 uur ochtends, de morgen. Het is dat ik hem op PlayStation heb gepreorderd. Dat ik hem direct kan spelen als ik wakker word. Dan gaan wij de stream starten om 10 uur 's En we gaan door tot 10 uur avonds. Bedankt om het kijken naar deze video. Mijn naam dat is een alte Dylan. En tot, tot de volgende video. Nee, tot de volgende stream. Dus hopelijk zie ik jullie vrijdag in de stream. Uyu.